Hoi. Hi. Ik doe vandaag even rustig aan hoor. Ik heb te veel pijn. Ik ben hartstikke moe en mijn lijf doet zeer. Dus ik slaap over vandaag. Oh. Doei. Dag. Ja, je gunt jezelf even die rust. Nu even niet. Wie weet morgen. Ik snap het wel hoor. Je bent gewoon hartstikke moe en je bent het zat om steeds weer geconfronteerd te worden met die pijn. Angst om te bewegen, het vermijden van bewegen, het dempen van de pijn, is allemaal heel begrijpelijk. En het gebeurt heel erg veel, maar het is niet de beste oplossing. Zo kan je helemaal vast komen zitten in een chronische pijncirkel. Door minder te bewegen neemt de pijn toe, waardoor er meer spierspanning ontstaat, een slechte doorbloeding, ontstekingsreacties in de spieren, gewrichten gaan vastzitten, waardoor je minder gaat bewegen en de pijn weer toeneemt. Die chronische pijncirkel die wil je doorbreken door wel te gaan bewegen. Door meer te gaan bewegen gaan de gewrichten meer loskomen, meer ruimte geven, meer beweging geven, waardoor je de spieren weer beter doorbloed krijgt, waar de ontstekingsreacties afnemen en spierspanning afneemt en de pijn minder wordt, waardoor je weer meer wil gaan bewegen en zo de chronische pijncirkel de goede kant uit kan draaien. Bewegen en chronische pijn, ik vind het een gouden formule. Bewegen verlicht de pijn. Wij bij Mind Your Body geloven in intelligent bewegen. Verantwoord bewegen ontstaat doordat we de mind en de body echt samen laten werken en dat je gaat voelen wat je doet. De tijd nemen, aandacht gebruiken en ademen. Zo zijn er in al onze groepslessen oefeningen die het lichaam als geheel belasten. Het lichaam als geheel betekent dat we niet alleen maar die pijnlijke klacht gebruiken of aan het werk zetten, maar de verbinding. Gewrichten worden doorbewogen, zodat er weer vrijheid van bewegen ontstaat. Spieren worden belast, worden gerekt. Er is veel aandacht voor de samenwerking tussen je brein en je spieren, je gewrichten. Veel is er ook om te aarden en te gronden, dat je weer in je comfortzone komt. Ademhalen, zodat je via het ademen de mind en de body weer in contact brengt met elkaar. En we nemen er veel tijd voor om de oefeningen zo aan te bieden dat voor ieder een optie is. Dus heb je ergens een klacht, betekent niet dat je de oefening hoeft over te slaan, maar wij helpen je om een alternatief te vinden, zodat ook jij baat hebt en rendement haalt uit de oefening die we op dat moment voor ogen hebben. En de angst om te bewegen, die willen we zo ontzettend graag doorbreken. Verleg je focus en kijk naar wat je allemaal wel kan. Dus wat ga je doen? Blijf je liggen en wachten passief tot de pijn verdwijnt? Steeds minder kunnen doen en steeds minder genieten van het leven? Of pak jezelf de verantwoordelijkheid en ook de regie van je leven, de kwaliteit van leven, die zeker groter wordt als je weer in beweging komt en die visueuze pijncirkel de andere kant uit weet te brengen. Wil jij ook die boost geven aan de kwaliteit van je leven? Ga dan naar de website van Mind Your Body, www.mindyourbodyfitness.nl.